was een gevoel toen ik hier dit gebouw binnenstapte en ik hoorde allerlei verschillende talen om me heen en ik zag hier de mensen. Ik dacht, eindelijk ben ik thuis, hier hoor ik. Voor mij betekent de EU een enorme persoonlijke verrijking en op een concrete manier dagelijks bijdragen aan een goed doel. Hoezo? De EU krijgt steeds meer betekenis en invloed in de wereld en ik ben hartstikke trots dat ik daaraan mag meewerken. De allereerste gedachte van de Europese Unie was het voorkomen van oorlog. En dat lijkt mij heel belangrijk. De afgelopen eeuwen zijn eigenlijk in Europa is er geen generatie voorbij gegaan die geen oorlog heeft gekend. En nu hebben we dat wel. Wat ik goed vind bijvoorbeeld aan de Europese Unie is dat ze heel veel richtlijnen hebben gemaakt voor bijvoorbeeld voedselveiligheid en het gebruik en de standaarden van producten. Dus bijvoorbeeld als ik fruit koop in de winkel, dan weet ik nu dat er geen gifstoffen in zitten waar ik ziek van kan worden of waar ik later kanker van kan krijgen. Nou ja, Zweeds crackerbrood en Italiaanse kruiden dingetjes en zelfs Kroatische producten, alles hebben we eigenlijk nu. Dus een producent wil niet twee verschillende producten maken, één voor de Europese markt en één voor de rest van de wereld. Dus die hoge standaarden in Europa hebben ertoe geleid dat die standaarden ook in de rest van de wereld omhoog zijn gegaan. Ik ga in Brussel bij DG Relex van de Europese Commissie werken. Dus dat is eigenlijk buitenlandse zaken. En dan ga ik onderzoek doen naar radicalisering. Werken bij de Europese Commissie. Dat is heel moeilijk om binnen te komen. En ik vind het heel erg leuk dat ik nu via deze manier, als gedetacheerd vanuit de Nederlandse overheid, daar nu toch 6 maanden kan gaan werken. Dat vind ik wel heel erg leuk. Het Europese avontuur is in de jaren 50 begonnen met slechts 6 lidstaten. Maar tegenwoordig telt de Europese Unie al meer dan 20 lidstaten. En met de komende uitbreidingen wordt de Europese Unie alleen maar groter. Dat betekent dat de stem van Europa en de Europese Unie op het wereldtoneel niet weg te denken is. En dat het beleid wat hier wordt gemaakt dus erg belangrijk is. En direct van toepassing is op bijna 500 miljoen Europeanen. Wat meer is dan de Verenigde Staten en Rusland samen. Ik ben hier dus bij het Hof aangesteld om mee te helpen om de nieuwe vertaaldivisies op te zetten. Want als een nieuwe lidstaat lid wordt van de EU, dan betekent dat concreet voor het Hof van Justitie dat er een vertaaleenheid moet worden opgezet van ongeveer 25 juristen die vanaf dag 1, vanaf de uitbreiding, in staat zullen zijn om de arresten te vertalen in de nieuwe taal. Ik geef regelmatig presentaties aan nieuwe collega's of aan bezoekersgroepen over het Hof van Justitie in het algemeen en over de werkwijze van de vertaal-DG. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Johan Bodenkamp. Je suis administrateur à l'unité ressources et projets qui travaille entre autres pour le. Een ander interessant aspect van werken bij een Europese instelling is natuurlijk dat je met meerdere culturen en meerdere talen in aanraking komt. Iets wat erg leuk is als je zelf ook taal hebt gestudeerd, wat voor mij het geval is. Sie sprechen mit Herrn Bodenkamp vom Europäischen Gerichtshof. Ich rufe hier bij het Hof bijvoorbeeld is de interne werktaal het Frans.
En mijn afdelingscollega's die komen uit allerlei verschillende landen, uit Bulgarije, uit België natuurlijk, uit Portugal en ga zo maar door. Good afternoon. Hi. Hello. I have good news for you because the Irish language brochures they have arrived, so I wanted to show it to you. Yes. Diplomatie is dus erg belangrijk, aanpassingsvermogen en op die manier leer je ook een hele hoop van de andere collega's en kan je jezelf verrijken. I don't know what your idea about it, but I think the result is really nice. It came out very well. And I hope that that this will enable you. Mijn naam is Rosalinde van der Vlies. Ik werk voor de Europese Commissie in Brussel op de Dienst voor Milieu. En ik hou me bezig met het ontwikkelen van Europees milieubeleid en beleid op het gebied van duurzame consumptie en productie. Voordat ik bij de Europese Commissie terecht kwam, had ik eigenlijk een beeld dat bij de Europese Commissie alleen maar hele saaie, afgestofte ambtenaren werkten. En ik was eigenlijk heel erg aangenaam verrast toen ik hier binnenkwam dat dat gelukkig helemaal niet het geval is. Hello, good afternoon. I'm Rosalind. Maar dat het eigenlijk een werkomgeving is met hele jonge, dynamische mensen, afkomstig van allerlei verschillende Europese lidstaten. Indeed. So, which is then the best? Yeah, that would be really very helpful if you could already take it one step further. You know. Dit is het leuke van mijn baan. Ik kan weglopen als saai wordt. Kom. Ik denk heel veel problemen die de wereld heeft, die stoppen niet bij de nationale grenzen. Bijvoorbeeld milieuproblemen stoppen niet bij de grenzen, zijn eigenlijk grensoverschrijdende problemen. En het leek me heel erg interessant en ook heel erg nuttig om bij te dragen aan het ontwikkelen van beleid in het algemeen belang. I think it's a really good documentary, but it's really, you know, documentary style. Je staat echt zowel letterlijk als figuurlijk in het centrum van Europa. En alle belanghebbenden komen ook naar je toe met hun visie op een bepaalde problematiek. Oké, okay, see you at the elevator, hè? Bye. Oké, okay, we moeten gaan. We zijn nu in het Berlaymont-gebouw. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een beetje het Witte Huis is van de Europese Commissie. Hier zitten de kabinetten en dus alle belangrijke mensen eigenlijk. Hallo, commissie. Hallo, how are you? Dimitri. How are you? Een van de leuke dingen van mijn werk is eigenlijk dat dus geen enkele dag hetzelfde is. En dat het enorm dynamisch is en spannend, omdat er dus zoveel dingen gebeuren. And recycling is a very important contributor to reversing our unsustainable consumption and production patterns. And I think Europe can play a leading role there. Thank you very much. Ik werk bij de Europese Commissie als econoom en mijn werkterrein is de landbouw. Daar hou ik me bezig met het verbeteren van het beleid door evaluaties en studies. Kijk, als je een bepaald vakgebied beheerst, bijvoorbeeld de economie of recht, dan is het natuurlijk niets mooiers dan dat je dat ook kan inzetten voor een zinvolle zaak. Nou, daar ben ik hiermee bezig, dat spreekt me erg aan. Professor in Transition Economics at KU Leuven. Who will come to highlight the most important findings about. Ja, het fijne van het werk is dat als je wat ouder wordt, dat je dan heel veel trainingen nog doet, dus helemaal bij blijft in je vak. Het geeft je natuurlijk een goed gevoel, maar daardoor kun je ook makkelijk van werk wisselen, ook binnen de verschillende directoraten-generaal. Ik kom uit een Nederlandse situatie waarbij je als je zeg maar, zo'n 40 bent, toch weinig trainings krijgt als je er zelf niet aan trekt. Dus dat vind ik pure vooruitgang. Ja, als je in Europa gaat werken, dan wil je natuurlijk dat je kinderen goed onderwijs krijgen. En dat gebeurt op de Europese scholen voor Europese ambtenaren. Mijn vader werkt bij de Europese Commissie. Daarom zit ik ook eigenlijk op deze school.
Ik vind het eigenlijk ook heel leuk op deze school. Omdat je kunt er heel veel talen van leren. En je leert ook andere vriendinnetjes kennen. Van ook niet van je eigen land. Dit is nou een Europese school. Een echte Europese school. Ik ben echt overtuigd dat we heel erg zinvol werk doen in Europa. Het blijkt ook weer bij zo'n Europese school. Het is toch echt ontroerend om die Duitse kinderen en die Nederlandse kinderen bij elkaar te zien. Ik zelf heb de enveloppen van het EU-recruteringsbureau destijds opengemaakt op het kleine oorlogskerkhofje in ons dorp. Europa is er onder andere gekomen door het offer van de geallieerde soldaten, waarvan mijn vader er één was. Werken voor Europa, dat betekent voor mij zorgen dat hun offer, dat van de bevrijdingssoldaten, niet te vergeefs was. Ik wil op de dag van mijn pensioen, zonder schaamte, naar dat oorlogskerkhofje teruggaan. Donovan. Veel mensen denken dat de Europese Unie alleen maar werkt vanuit Brussel. Brussel is het hart van de EU, maar er werken mensen wereldwijd. Wat mensen niet weten is dat er meer dan 120 delegaties van de Europese Commissie verspreid zijn over de hele wereld. Ik zit dan in de delegatie hier in Jamaica en samen met ruim 20 collega's van Europese afkomst werk ik aan ontwikkelingssamenwerking met onze lokale partners. What it says here in terms of audits during the... Zijn we nu mensen die altijd van Europa hebben gedroomd en voor het werken van Europa? Zo iemand ben ik niet, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. De aanleiding om op een gegeven moment dit pad op te gaan was dat ik op zoek was naar de mogelijkheid om in het buitenland te werken. En dit was dan zo'n mogelijkheid. In mijn vorige baan werkte ik bij de gemeente Amsterdam en werkte ik aan de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Een prachtproject en eigenlijk wat dat tot doel had om mensen sneller van Noord naar Zuid te brengen. Ik dacht dat het niet mooier kon en hier blijkt dat wel te kunnen, want het blijkt dat we hier het verschil uitmaken of mensen wel of geen drinkwater hebben. Op het eerste projectbezoek reed ik achter een watertruck aan de heuvels in Christiane op, die voor drinkwater voor de mensen moest zorgen. En na ons project hebben de mensen gewoon netjes leidingwater en zijn ze niet meer afhankelijk van die watertruck. En om daar gewoon je steentje aan bij te kunnen dragen, dat geeft gewoon enorm veel voldoening. I got the email from his side. Section 1, no? Finalization of section 5, oké. Het heeft zoveel componenten, mooi land, prachtige mensen en vanuit mezelf een verschil kunnen maken. Ja, we had their heads going in off. Zeg maar dat gevoel dat je invloed hebt in datgene wat je doet en dat je het resultaat ook echt ziet zichtbaar, want daar rijden we nu voor een deel bijvoorbeeld op. Ja, dat doet het hem gewoon voor mij. Ik werk nu al een aantal maanden als trainee voor DG Relex van de Europese Commissie. En het is heel erg leuk werk, het is heel erg interessant en ik heb nu al heel veel geleerd. Als bestuurslid van Futur is het Nederlandse Jonge Ambtenarennetwerk, heb ik vandaag een dag georganiseerd waarbij een aantal Futurleden naar Brussel komen. Als ik op uw functie terecht wil komen, wat moet ik doen? Heeft u dit? Een olifantenhuid hebben, buitengewoon veel interesse in Europa hebben en toch ergens een specialiteit hebben in je hele belangstellingssfeer. Als het even kan en je ziet een opening om naar Brussel te komen, doen.
sorry, ik moet naar boven. Het gaan jullie goed en wie weet zien we elkaar in Brussel. Dank je wel.